We zijn hier vandaag op het lanceringsevent van Smart Hub Vlaams-Brabant, een initiatief, een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, VOCA Vlaams-Brabant, de KUL, de VUB en onze eigen ontwikkelingsmaatschappij De POM. Samen willen we onze kennisregio promoten in binnen- en buitenland en alzo investeerders van het buitenland naar onze regio toetrekken. Vanuit Smart Hub Vlaams-Brabant zitten we actief in op community building. Het is immers belangrijk om bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen om initiatieven en innovatie te gaan bevorderen. Daarvoor organiseren we allerlei initiatieven, seminaries en sessies. Zo organiseren wij workshops, network events, pitch en match sessies en allerlei momenten om mensen samen te brengen en tot projecten te leiden. Enerzijds gaan we eigen projecten initiëren en anderzijds gaan we ook samenwerkingen stimuleren, ondersteunen, faciliteren tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het is alles om kennisregio Vlaams-Brabant te promoten en verder op kaart te zetten. Internationaliseren zit vervat in het DNA van de provincie. En dat vertaalt zich in heel wat projecten op internationale basis. Die projecten zijn eigenlijk ontstaan door het selecteren van focusregio's. En met die focusregio's gaan we dan aan de slag op vlak van kennisinstellingen en bedrijven om samenwerkingen op te stellen. Well, dat was een workshop over elektrisch rijden. En dat hier komen brengen voor een publiek. Dus echt met cijfermateriaal om mensen te overtuigen, hè, want het is vandaag nog moeilijk om die stap te nemen. Dat vond ik wel interessant. Ik denk dat dat een leuke manier is om mensen te leren kennen, om wat inzicht te krijgen, inspiratie. Dus je zit vaak in je eigen bedrijfscontext en dan kan het eens leuk zijn om eens andere ideeën op te doen, om ook op het eigen domein eens inspiratie te krijgen. Eigenlijk. Ik denk dat nut zich laat doorvoelen in de komende weken en maanden. Wanneer je ziet dat mensen ineens een samenwerkingsverband opstarten, een project starten, ineens een leverancier van elkaar worden en dergelijke, dat informatie heen en weer gaat gaan en dat mensen elkaar vinden omdat je vooral gebaat bent bij een goede kennisdoorstroom. En dat is het mooie om dat aan het werk te zien.